Na 20 jaar heeft vandaag de heractivering plaatsgevonden van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten. Dit instituut zal op wetenschappelijke basis onderzoek moeten doen naar de implementatie van het Kinderrechtenverdrag in Suriname. De resultaten zullen als leidraad moeten dienen om beleid te maken over kinderrechten. Volgens Maya Menoger, voorzitter van het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten, is dit essentieel. De doelen zijn om samen met de studenten onderzoek te doen naar kinderrechten, wetenschappelijk onderzoek. Ook verspreiding van zoveel mogelijk kennis over kinderrechten binnen de universiteit. Maar ook daarbuiten in de samenleving, middels trainingsprojecten, awareness. Onderzoek natuurlijk moeten we stimuleren onder de studenten. En ook interfacultair gaan we werken met de andere faculteiten. Hier op de universiteit zullen we dan onderzoeksprojecten starten. Onderzoek is altijd nodig om na te gaan in hoeverre kinderrechten worden geïmplementeerd, waar het misgaat en op welke wijze je dat kunt versterken. Het Universiteitsinstituut voor Kinderrechten is in 2002 opgericht met als doel het belang en de noodzaak van de bescherming van het Kinderrechtenverdrag te waarborgen. Suriname heeft dit verdrag in 1993 getekend en vormt een belangrijke leidraad voor het kinder- en jeugdbeleid. Ik zal niet zeggen dat we er zijn. Er moet nog heel veel gedaan worden. En dan denk ik aan geweld tegen kinderen. Vanuit het IGSR, het is het Institute for Graduate Studies and Research, hebben we, nu is het de interfaculteit, hebben we in 2018 een nationaal onderzoek gedaan naar de situatie met betrekking tot geweld tegen kinderen. En dat ziet er niet mooi uit. UNICEF is de VN-organisatie die opkomt voor de rechten van het kind. Daarom was het vanzelfsprekend dat de UNICEF-vertegenwoordiger in Suriname vandaag aanwezig was bij de opening. Volgens Javier Cordoba was het noodzakelijk dat dit instituut werd geheractiveerd. Een derde van de wereldbevolking is kind en al deze kinderen hebben dezelfde rechten, benadrukte Cordoba. We believe in UNICEF that is extremely important to continue and to support an initiative that is willing to generate evidence to really know the situation of the children of the country. So therefore this initiative of the university to reactivate the institute, to reopen it, to relaunch it, is a very special moment for us and we are very happy to see these efforts.